Doei. Data management. Je kan alles wel leuk opnemen, maar je moet het ook allemaal in de computer zetten en dan 6 keer. Dat is het leukste onderdeel. We hebben natuurlijk een specialized futuristic USB hub. Mooie beelden. Mooi verhaal. Ik denk dat dit wel... lijkt mij dat dit wel mensen gaat raken. Raakt mij sowieso wel, omdat ik dit nu zo terugzie. Trouwens, die tent van 12 vierkante meter is gewoon al 3 jaar zijn huis. Ja, precies. Net nog een nieuw kind heeft gekregen en geen idee of hij er ooit uitkomt. Ja. Heftig. En dan, ik vind het ook wel heftig dat we dat nu nog 3 dagen moeten doen. Dat we morgen weer een ander verhaal moeten gaan. Maar dat is nou... Nou, daarvoor zijn we hier. Dus ja. Dat wisten we wel. Hey Sarah. Yeah. Can you tell me where we are going today? We are going to Duhok. To Gavilan, sorry. And then to Duhok. Alright. Yeah. And what's your role today? Translating for you and assisting our moving to another story. Right. Ja, dat zou er kunnen zijn. Hey, can we walk till the to the bus? Ik zou voorstel om nu gewoon even te maken. Dan heb ik het gewoon. احس نفسي ضاقت الدنيا بيا لما نزحت وهاجرت لما هاجرت صابتني فقر وعلا وعيالي وما اقدر على هالأذية. Daan, wil je wat aan doen? Maak mezelf even net hier. Zie je daar. Je kunt niet veel doen, maar dit is wat. Zo, hoe gaat het vandaag? Ja, wel goed hè. Weer een heel mooi, maar ook heel heftig verhaal. Van een man hier die met 10 kinderen hier zit, al een jaar. En zijn been is kwijtgeraakt door een... Laat eens niet luisteren, want anders dan heb jij het hele verhaal ook al gehoord. Ik luister niet, ik hoor niks. Zijn been is kwijtgeraakt door een bom waarvan hij niet eens weet of het van de IS was of van Assad of van de rebellen. Maar in ieder geval, hij zat in huis en er ontploft een bom. Been kwijt. En hij zit hier al een jaar met zijn kinderen en hij schaamt zich kapot dat hij geen werk... Hij kan niet werken omdat hij disabled is en hij heeft geen geld. En het is gewoon eigenlijk allemaal kut. Dus het was wel weer een heftig verhaal, maar wel voor ons project mooi. Het regent flink nu, hè? Ja, dat is een beetje jammer nu. Maar eigenlijk hebben we al een hele mooie dag gedraaid. Zo. Hopen dat we zo nog een paar goede shots kunnen maken als het op mijn rekening. Jongen! Jongen, bra, bra. Bra. Ach, bra. Broer. Broer. Bra. 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 Tijd aan het... Ja, om tijd aan het... Arabisch leren. Koedisch. Shai. Sheep. Sheep. Old. 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 Mommy, yeah. What does it say? Hoppy. Hoppy. Happy. 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 It's like this. Hoppy. Happy.
op weg naar Duhok en Domies, een groot refugee camp wat daar in de buurt ligt. Het zal nog wel nog indrukwekkender zijn, denk ik, omdat het kamp is wat 8 keer zo groot is of zo als het kamp waar we net geweest zijn. Dus dat, goed gaar ook inmiddels van de dag. Het is gewoon intens, zo'n dag draaien, de verhalen, en, kop zit vol en dan op zo'n weg. Daar is het zwembad. Loop jij van naar buiten? Het ziet er inderdaad niet in de Alterbeste staat uit. Oh. Daar links is Domies dan. Links is Domies. Gaaf. We zijn weer in het hotel. Safe and sound. Yeah. Room with a view. Wow. Als je goed luistert, dan hoor je een gebed volgens mij. In de verte hoor je dat ook of niet? Ja, klopt. Het wordt bijna donker, ergens in de bergen. En echt een heel ander gevoel dan Irak tot nu toe. Iets paradijs of iets rustgevend heeft het wel, vind ik. Vind je het wel of niet? Ja. Hoe deze stad leeft, dit is gewoon hier gegaan mensen inderdaad wat je zei. Het is gewoon, zijn gewoon al echt aan het leven. Gewoon, bust wel deze stad. En hier, ja, het is wel raar dat je er als klein beetje aan wendt of zo. Heb je dat ook of niet? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ik ben benieuwd hoe je. Het was ook wel weer pittig, hoor. Ja, het was ook. Het was super intens. Toen dacht ik van oké. Ja, als ik erover nadenk, vond ik het gewoon heel heftig. Ja, alleen, jezus. Ik denk dat je gewoon. Ik denk. Elke dag straks in Nederland dat je eraan terugdenkt van my god, dat is heftig. Maar omdat je erin zit, in de reis of zo, merk dat ik het nu we hier zijn, wel weer sneller of zo van je afzet. Yeah. Maar niet, ja, afzet, dat klinkt ook weer zo. Calling you guys saying, hey, evacuate, get to this point, this is our point, the driver will be notified. And, once whatever you guys doing, you must stop, you know, because we are in critical conditions, yeah. And I'm asking you guys to evacuate. Up this up building, this? Yeah. Okay, I can help it. You. How are you doing? Ga je dit gebouwtje opklimmen voor een overview van het kamp? Anything for the. Anything for the shot, hè? Let's see. Het is niet relaxed. It's very heavy. Okay, it's heavy, yeah. I think you have to put it. Go, go. Kijk je uit? Ja. Zo'n beetje link dit, hè? Ja, dan ga je nooit redden. Het voelde heel lui. Dit zag er niet goed uit. Is dat een idee daar? Wat hè? Dat je hoeft niet dat ding mee te nemen, maar je duct tape hem gewoon boven aan de trap. Oké, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ja. Oké, jongen. Ga je dan, hè? Lijp klimmetje zo met het laddertje wat hier en daar niet weer helemaal vast zat. Veilig beneden komen. En daarachter zie je nog een ander kamp liggen. Het zal Domies 2 wel zijn. Even
De hele glijf. Ik wil even achteruit lopen zo. Jezus. Hey, ik geloof het hier wel. Ik ga weer naar beneden. Jij gaat helemaal naar beneden al? Ja joh.